Jay Sean en Do You Love Me. En daarvoor je CC Peniston met We Gotta Love Feng. En de Ramadan, ja, die is begonnen de 9e maand van de islamitische kalender. En wordt beschouwd als een heilige maand door moslims over de hele wereld. En we hebben momenteel wel een hele speciale gast hier in de studio. Die komt praten namelijk over de Ramadan. Dat is namelijk imam van Nada Moskee Weert, de heer Slimani. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, allereerst de belangrijke vraag. Wat is het doel van de Ramadan? Als eerst wil ik jullie graag bedanken voor jullie uitnodiging. Alsjeblieft. Om meer te laten weten over de moslimgemeenschap, moslims in het algemeen. Ja. Het doel van de maand Ramadan, als eerst voor de moslim die in God gelooft eigenlijk, is om God te dienen, als eerst. Ja. Wanneer de moslim vast, dan vast hij eigenlijk met de intentie om de leer van de Koran te volgen. Ja. Omdat de maand Ramadan, of het vasten van de maand Ramadan, onder de vijf belangrijke praktische zaken van de islam valt. Ja. Dus als eerst, dit is het hoofddoel eigenlijk. Ja. Maar er zijn ook heel veel andere bijdoelen eigenlijk. Die kunnen we het hierover hebben. Bijvoorbeeld, wanneer je vast, dan leer je geduld. Leer je zelfbeheersing. Dan leer je om dankbaar te zijn. Dan leer je om aan armen te denken. Heel veel dingen. Het versterkt ook de familiebanden. Ja. Want tijdens Ramadan komen heel veel families bij elkaar. Vooral bij het verbreken van het vasten. Veel moslims komen bij elkaar in de moskee. Dus heel veel doelen kunnen we bereiken eigenlijk door het vasten. En dat is wel mooi. Dat het zoveel verschillende doelen heeft. Ja, één grote betekenis natuurlijk. Ja. En wat betekent dan de Ramadan voor jou als imam? Voor mij als imam, je weet, als imam werk je in de moskee. Je geeft vrijdag preek, je geeft lezingen. En dan als individu ben je gewoon als andere moslims. Probeer je tijdens de maand Ramadan jouw relatie met God, met Allah te versterken. Ja. En erbij stil te staan. Ja. En ook met jouw medemens. Maar ook, je voelt dat je echt meer moet doen, meer moet betekenen voor de moskeebezoekers. Want elke Ramadan komen zoveel mensen naar de moskee die normaal gesproken buiten Ramadan niet komen. Of komen ook buiten Ramadan, maar niet zoveel als Ramadan. Ook echt om steun te zoeken ook? Jawel, want sommigen komen regelmatig. Er zijn elke Ramadan nieuwe moskeebezoekers die voor het eerst de moskee bezoeken. Dan vraag je jezelf als imam, wat kan ik tegen deze mensen vertellen? Ja, ja. Hoe kan ik hen vasthouden dat ze echt gewend zullen blijven aan de moskee bezoeken? Dus heel veel eigenlijk, ja. Ja, en de Ramadan is natuurlijk ook wat regels. Wat zijn die precies? Dan moeten we eerst stilstaan bij de betekenis van het vasten eigenlijk. Ja. Wat houdt dat in? Dat men geen eten, geen drinken en geen geslachtsgemeenschap mag hebben vanaf eerst daglicht of dageraad totdat de zon ondergaat. Heel veel mensen begrijpen dat verkeerd en denken vanaf de zonsopkomst. Nee, het is eerder. Ja, vanaf ja. de dageraad totdat de zon ondergaat. Ja. Niet eten, niet drinken en geen geslachtsgemeenschap. Ja. Maar er horen ook andere regels. Bijvoorbeeld, tijdens Ramadan mag men niet schelden. Het is sowieso verboden. Ja, alle zaken die buiten Ramadan verboden zijn, worden tijdens Ramadan extra verboden. Ja. Mag niet schelden, mag niet snel boos worden. Nee. Zelfs de profeet heeft gezegd, als iemand jou aanvalt of jou scheldt terwijl je vast, moet je zeggen, ik ben vastende. Dus denk aan je niet uit schelden. Het is echt heel belangrijk, zoals ik zei. Dus niet eten, niet drinken, geen geslachtsgemeenschap. Maar het is wel niet voor iedereen verplicht. Er zijn wel verplichtingsvoorwaarden, of wat noemt men, voor wie is het eigenlijk verplicht? Ja, okay. Het is niet voor iedereen eigenlijk. Ja. Men moet moslim zijn. Dus je kan niet tegen een niet-moslim zeggen, je moet vasten. Ja. Men moet puberteit hebben bereikt. Ja. Voor kinderen is het niet verplicht. Jammer genoeg dat ik van een paar dagen geleden werd ik gebeld door een directeur van school. Hij zei, er komen kinderen van 6 of 7 jaar naar school die moeten vasten voor hun ouders. Ja, mijn advies is, ze zijn niet verplicht. Ze mogen wel leren, maar beter wanneer ze thuis zijn.
Als het moeilijk ervaren, dan kan je ingrijpen als vader of als moeder. Dus je moet moslim zijn, puberteit hebben bereikt, gezond zijn. Ja. Voor diegenen die door het vasten zieker kunnen worden of dat hun dat vasten een negatief effect zal hebben op hun gezondheid, hoeven niet te vasten. Mensen die niet op prijs zijn. Okay. Dus als iemand ook op prijs is, dan heeft hij het recht niet om te vasten. Maar daarna moet men wel inhalen indien hij de gelegenheid heeft om in te halen. Ja, oké. Ja. En hoe moeilijk is dat dan? Ja, het is ook een van de doelen van het vasten eigenlijk. Het kan zo zijn voordat je begint met vasten. Ja, zo lange dag, 12 uur of misschien zo, in de zomer is het langer. Maar dit is ook een van de doelen. Je leert zelfvertrouwen. Hè? Ja. Maar wanneer je dat begint, het is gewoon simpel. Ik eerlijk zeg, zelf heb ik meer moeite met weinig slapen dan eten en drinken. Maar natuurlijk, als de zon dan onder is, dan mag er wel gegeten worden. Ja, zeker. Wanneer de zon ondergaat en je voelt het heerlijk. Ja, het is ook een van de doelen. Ja. Want ja, we hebben het heel goed hier, gelukkig maar. Hè? Dat vertellen wij ook vaak tegenover onze kinderen. De koelkast is helemaal vol, de eettafel is vol. Oh, leuk. Ja, leuk. En soms denkt men, het hoort zo. Nee, het hoort niet zo. Ja. Er zijn heel veel landen die dat helemaal niet hebben. Ja. Maar wanneer ze dat tijdens de maand Ramadan honger en dorst voelen, dan waarderen wij echt wat wij hebben. Ja. En gaan wij ons best doen om dit bij te houden. Hoe kunnen wij dit bijhouden dat wij van zo'n luxe leven blijven genieten eigenlijk. Ja. Ja. En dat is wel mooi, want na zo'n ondergang dan gaat er natuurlijk gegeten worden. En wat staat er dan op het menu? Ja, het verschilt per cultuur. Per cultuur, ja. Ja, het is, de meeste moslims, er zijn wel een paar voedingsmiddelen die aangeraden zijn door de profeet. Vrede zij met hem. Ja, zeker dadels, water, melk, dat zijn standaard. Maar het verschilt per cultuur. Ja. Bij Marokkanen eigenlijk is harira, soep. Okay, soep. Een van de belangrijkste maaltijden tijdens iftar of het verbreken van het vasten. Maar het verschil, zoals ik zei, per sommige mensen eten helemaal vol gelijk na. Ja. Maar sommigen doen gewoon het vasten verbreken. Ja. Dan gaan ze naar de moskee bidden. Wanneer ze terugkomen, anderhalf, dan gaan ze wel vol eten. Ja. Dus ja, er is ruimte voor elk gezin, elk cultuur om zelf te bepalen. Dus het is niet zo specifiek. Ja, ja. Ja, en dan hoe kunnen mensen dus rekening houden? Want ik bijvoorbeeld doe niet mee aan de Ramadan. Ja. Hoe kan ik wel rekening houden met bijvoorbeeld met jullie en dat jullie wel meedoen? Ja, kijk, het is, respect is heel erg belangrijk. Ja. Dus zoals ik zei, het is verplicht voor de moslims. Wanneer gewoon een moslim vermeldt of laat zien dat hij vast is, dit is zijn recht om te vasten. Dus je hoeft niets meer te doen. Wel, zoals ik zei, begrijpen dat hij dit graag doet. Dat hij het recht heeft om zelf te kiezen wat hij wilt en waarover hij overtuigd is. Ja. En dit is. Je moet gewoon, als je weet dat hij niet mag eten, dat hij niet mag drinken. Alle respect. Ja. Gelukkig, als persoonlijk heb ik nooit iets anders gezien. Ja. Wordt altijd met respect gewoon omgaan met ons. Ja. Net toen ik hier ben gekomen, zei uw collega, gaan jullie, willen jullie iets drinken? En toen hebben we gezegd, nee, sorry, ik ben het vergeten. Ja, het kan gebeuren. Kan dus, gebeuren dus het kan gebeuren. Maar niet zeggen, het is lastig, waarom zo? Nee, voor ons, we doen dat graag. Ja. We genieten ervan. Ja, dat is leuk om te horen. Ja, dus, ook na Ramadan, dan als het afgelopen is, dan is het tijd voor het suikerfeest. Ja. Hoe belangrijk is dat dan? Ja, het is in het islamitisch wordt het genoemd eigenlijk Eid al-Fitr. Maar weer wordt het genoemd suikerfeest. Het is een soort, na Ramadan sluit men het vasten af met een soort feest, een soort dankbaarheid aan God die ons ingesteld, die ons had geholpen om te kunnen vasten. Okay. Want we geloven daarin. Want niet iedereen kan vasten. Sommigen zijn ziek, sommigen kunnen dat niet. Dus en tijdens de suikerfeest of Eid al-Fitr zijn ook heel veel belangrijke rituelen die plaatsvinden. Een gezamenlijk gebed waar iedereen komt eigenlijk om mee te doen. Wordt ook armen worden ook geholpen op die dag. Want iedereen die vast is verplicht
om een bijdrage te leveren aan armen. Ja. Niet voor zichzelf alleen, maar ook voor alle gezinsleden. Het is een feest voor diegenen die hebben gevast, een feest voor de armen, een feest voor de hele gemeenschap eigenlijk. Dus, ja. En kijk, dat zijn mooie woorden om mee af te sluiten. En wanneer is het einde van de Ramadan? Het is, het is moeilijk om een exacte dagdatum te geven. Ja. Het is afhankelijk van de maan. Bij ons, het kan 29ste of 30ste zijn. De maan kan 29 dagen of 30 dagen. Dus bij sommige landen is het bekend. Ze volgen gewoon een wetenschappelijke visie. Wanneer er werd gezegd dat de maan boven is, dan is het klaar. Ja. Bij sommige landen wachten tot ze dat wel met de ogen kunnen zien. Oh, okay, ja. Dus pas op 29ste kan je bepalen of je het morgen feest of niet. Ja. Dus daarom, ja, het kan niet precies de exacte datum, maar het verschilt per één dag of twee. Dus, verschilt per één dag. Ja, okay. Nou, heer Slimani, Ramadan Mubarak. En bedankt merci voor het duidelijk van hoe de Ramadan dankjewel. En ik wens je nog een hele fijne zondag en heel veel succes en plezier de komende tijd. Dankjewel voor die uitnodiging. Merci. Succes. Dank je. Dankjewel. Dankjewel. Hier hoor je.